Als je niet fit aan boord stapt, heb je last van je eigen lichaam. Dus het is van belang dat je goed uitgerust en goed voorbereid op reis gaat. Dat betekent dat je niet moet gaan feesten van tevoren, wat minder of geen alcohol moet drinken. En je gewoon goed en rustig moet voorbereiden op je reis. Makkelijkste oefening is met je voet. Dus je beweegt je hak naar beneden en je strekt daarna je teen en die herhaal je. En dan draai je met je voet rondjes. En de bedoeling daarvan is dat je lekker ontspant en dat je je kuitspieren in beweging brengt. En dat is goed voor je bloedomloop. Andere oefening is dat je je schouders lekker losmaakt door ze apart te bewegen en soms ook tegelijk te bewegen. Daarbij kan je je hoofd ook een draaibeweging maken. In je schouderpartij zit vaak veel stress, dus door die te bewegen ontspan je lekker. Wat ingewikkelder oefening is voor overbuigen, maar dan heb je ook je buik ontspannen. Je buigt voorover en je volgt met je handen langs je knie naar je enkel en je loopt eigenlijk met je vingers weer terug over je been naar boven. Dat is een beweging van voor naar beneden, buigen en weer terug. En dat is goed voor de ontspanning.